Een kerk gebruiken voor iets anders dan een mis- of eredienst ligt vaak gevoelig. Door de kerk een maatschappelijke functie te geven, behoudt het kerkgebouw haar waarde voor het dorp. Wie door de poort van Borne wandelt, zal veel oude details herkennen. Je ziet de gewelven van de kerk nog helemaal. Je ziet zelfs hele delen van de zijkant van de kerk nog. Je ziet hier het voormalige altaar, maar dan omhoog getild. Dus je krijgt eigenlijk nog steeds heel veel van de kerk in zicht. Waar een nieuw gebouw is ingeplaatst, maar wel in een hele mooie balans tussen de bestaande kerk en het nieuwe gebouw. 2 jaar geleden verkocht het bisdom de Sint-Theresia-kerk, gebouwd in 1935, aan Erik Meinhard. Koper en verkoper wilden de kerk opnieuw een maatschappelijke en publieke functie geven. De bestaande kerk moest zichtbaar blijven, dus moest de nieuwbouw binnen in de kerk plaatsvinden. Nee, het is geen normaal bouwproject, maar ik heb in de bouw samengewerkt met Cor Engbring van Kieto Bouwmanagement. En we wisten van tevoren dat het een uitdaging zou zijn, omdat je in een bestaand gebouw nieuw moet gaan bouwen. Dus het is een prachtig gebouw, maar dan ook een harnas. En in die uitdaging zijn we natuurlijk dingen tegengekomen. We dachten, god, dat gaat anders dan we verwacht hadden. Maar door de gemeenschappelijke bouwervaring hebben we dat altijd met de partijen waarmee we gewerkt hebben heel goed op kunnen lossen. Veel mensen uit Borne zullen de kerk blijven bezoeken. Niet om te bidden, ze kunnen er terecht bij verschillende zorgverleners. Om een heel rijtje op te noemen, huisartsen, fysiotherapie, servicepunt van de beide apotheken uit Borne, osteopathie, podozorg, diverse mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, dus psychiatrie, psychologie, psychosomatische zorg, huidbehandeling, thuiszorgorganisaties, verloskunde. Ik heb ze bijna allemaal genoemd volgens mij, maar het zijn er 20 en er komt nog een tandarts bij. Ik is ruim 1,5 jaar terug gehoord dat er in de voormalige Theresiakerk een gezondheidscentrum zou komen. Had ik zoiets van, nou, daar ga ik mijn best voor doen om daar uiteindelijk met mijn praktijk ook te kunnen vestigen. Wat sprak jou daar zo aan? Nou, in ieder geval de samenwerking met andere disciplines, zoals fysiotherapie, psychologen, osteopaten. Maar ook een diëtiste bijvoorbeeld. Onze vakken die hebben wel bepaalde raakvlakken op enig gebied. Gewoon een unieke locatie. Een locatie met veel emotionele herinneringen. Niet verwonderlijk dat er ook bedenkingen waren tegen de nieuwe bestemming. Die hebben we zeker gehoord. En dat was ook het bijzondere bij de koop van de kerk. Dat het ook nog eens een heel emotioneel proces is. Voor iedereen die hier kwam als parochiaan. Maar ook het kerkbestuur, de pastoor, eigenlijk iedereen daarbij betrokken. Maar anderzijds is het een gegeven dat in Nederland kerken leeglopen. En dan ziet men ook wel weer dat het eigenlijk wel heel mooi is dat de kerk zo snel een herbestemming heeft gekregen. Dat het zo is uitgevoerd. En dan ook een herbestemming die eigenlijk ook weer te maken heeft met een stukje gezondheid, mens, leven. Wat eerst de kerk een bepaalde functie had, nu de zorg die functie heeft gekregen. Dus dat kan men daar het positieve zeker van zien. Maar het blijft emotioneel en ik weet zeker voor meerdere Bornenaren. Ja. Maar het merendeel van de reacties zijn overwegend positief. Of hier net was een meneer van 91 jaar oud, die heeft hier zijn hele leven gezongen. Dus hij hoopte dat hij hier of zelf of andere koren ook nog weer zouden kunnen optreden. En dat kan, gelet we het altaar, om het zo maar te zeggen, weer omhoog hebben gebracht naar de eerste verdieping. Wat ik ook een hele mooie reactie vond van iemand was een heel welkom gevoel. Als ze dus eigenlijk van de galerij hier binnen stappen. Ja, dat is, en wat is ook wat je met de praktijk wil uitstralen.